Juk van nou, ik bedank op de video van Reageer op video's GMR, aflevering 9. Na de intro gaan we sowieso verder. Yeah! Ja mensen, bij deze aflevering van Reageer op video's GMR, aflevering 9. Ja, het is 6 augustus en dit is een serie die loopt elke woensdag en vrijdag. En deze serie gaat door, maar alleen in de vakanties, zeg maar. Dus herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie, zo noem maar op. We gaan naar de laatste video waar we gebleven waren. We waren bij Dronken aflevering 23 en nu gaan we naar Ochtend met Remke aflevering 1. Ik weet niet wat me bezielde, maar ik dacht, Evert staat op, vind ik een leuke ochtendshow. En toen dacht ik van, oh, ik ga de... En Gerrit Ekdal vond het leuk, dus ik dacht van, Ochtend met Remke, goed idee. Dus ik heb letterlijk om 7 uur 's ochtends heb ik zo'n uitzending gemaakt. Goed, ja, maar daar is op al niemand keken. Hallo mensen, welkom bij... Ochtend met Remco. Oh. Oh. Mensen, welkom bij de ochtendshow. Oh. Het ochtend... Welkom mensen, Ochtend met Remco. Ochtend met Remco. Even. Ik heb geen tijd meer. Dus sorry. Wat heb ik verkeerd om? Ja, klopt. Ik had het verkeerd om. Klappen met de apel. Maar ik weet het dan. Ja, zo stom. En toen ben ik niet meer verder gegaan. Ik dacht van, dit moet hiermee stoppen. Dat dacht ik echt. Dan gaan we naar de volgende video. Hallo mensen! Remco. Ja, Remco. Kom, man. Hey man. Waarom ben je aan het fietsen? Op een, waarom ben je aan het rennen en heb je een wiel vast? En zei die andere man, ik ben aan het wielrennen. En jullie denken al, waarom heb ik dit aan? Ja, ik ben net wakker. Sorry, ik heb... Nieuwe schoenen. En toen hebben we ook nog muziek toegevoegd. Letterlijk muziek van Happy... Ik kan slecht zingen, maar dat doe ik. Omdat jullie het leuk vinden, anders kijk je dit niet. We gaan naar de volgende video. Spreekbeschrijving aflevering 2. En let's do it. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Sprookjescraft. En vandaag zijn we bij de Droomvlucht. En we zijn bij Ravelijn. En bij Villa Volta. Oh, ja. En bij Paakraampjes. En daar zit ook nog wat. En daar zit ook nog wat. Okay. Maar we gaan in. En dat is slechte kwaliteit, dat weet ik. Sorry. Dan gaan we naar de volgende video, maar dan ongeveer aflevering 20. En dat was, dan gaan we richting de vakantie. En dan gaan we verder. En dan gaan we verder. En dan gaan we verder. En we kijken wat er allemaal aankomt. Ja. Dat wordt leuk. Oké, we gaan naar de volgende video. En dat was Remco Veet aflevering 20, zei ik. Ja. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van Remco's Feest. Ja, het is weer tijd voor Remco's Feest. Al een paar dagen dat ik helemaal geen video heb gemaakt van Remco's Feest. Ik betekent niet dat is hoor, maar gewoon. En toen had ik in de zomer, de hele zomer, had ik zomer Remco. Ja, what the fuck was dat? We gaan naar Remco's Feest aflevering 21. Dat was de laatste aflevering voor de zomer, zeg maar. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van Remco's Feest. Ja, op woensdagavond, in plaats van maandagavond. Welkom. Het is weer Remco's Feest. Ik ga het vertellen. Wat sloeg dat op mensen? Jezus. Godverdomme man. Oh, sorry. In België is er al vakantie, hè? Weet je dat al? Nee. Stammetje, ga je van de grootste afdaling, allerlaatste. Okay.
We gaan naar de volgende video, Zomerdronken aflevering 1. Dat was letterlijk de allereerste serie voor Zomerdronken, zeg maar. Let's do it. Ja, Zomerdronken, welkom bij deze video van Zomerdronken. Dit is de allereerste video van Zomerdronken. De computer is helaas kapot. Ik weet niet waarom, hij is een beetje dwars gegaan. Ik heb hem vaak in de oplader gedaan. Ik probeer de oplader erin te doen. Maar toch... En daar heb ik ook heel veel gedonder mee gehad. Dat zie je allemaal later. Dat zie je waarschijnlijk ergens in de herfst, denk ik. Want het zijn zoveel video's, want het is 4 jaar geleden. 5 jaar geleden, hè, mensen. 5 jaar geleden. Man. Hij doet het niet. Ik heb nog geen vakantie, dus... Ik woon nog deze week en dan... Ik heb... 12 uur online is. Weet niet. Oh, waar is iedereen trouwens? En die komt ook nog weg. Zo van disco en zo. Disco? Ja, ik heb mijn auto helemaal gek laten maken toen. We gaan naar de volgende video. Dat was Zomerdronken aflevering 2. Ja, dat was het in de... Gewoon in mijn kamer. Zomer met Remco! Ja, welkom bij Zomer met Remco. Weer zomervakantie. Ja! Ja, nieuwe aflevering stabiel. Nee, dat kan niet. Nee. Dat doe ik niet hoor. Ja, het is weer zo. Dat doe ik niet hoor. What the fuck, dacht ik. Ja, het is weer zo. Dit is zo'n vakantie. Ja, leuk. We gaan de volgende video. Drank als het 24 was met het waterweekend of zoiets. En het is zo heel groot element. Het was leuk gedaan, vond ik. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Dronecraft. Vandaag zijn wij vlak bij de Crea en de Survival. Jullie zien nu wat er met de Crea gebeurt. En wat is er met de Survival gebeurd. Nou, vorige weekend was... kijk, daar vliegt een crewlid. Vorige weekend was er een soort van waterweekend in Dronecraft. De Ariel. En hier was paintball en bootrace. Kon je paintballen met mensen. En bootrace was daar. Wat leuk om dit te zien, jongens. En maar het is zo fucking lang geleden. We gaan naar de volgende video. Zo, we gaan ook afleveren in 3. En ja, fijne zomervakantie. Toen begon mijn vakantie, zeg maar. En dan niet schrikken. Welkom bij een nieuwe video van... Zomer met Remco! Zo! Ja! Welkom bij Zomer met Remco! Ja, het is weer zomervakantie. Vakantie! The fuck? Echt? We gaan naar het volgende video. En gingen we in de thee leuten. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Dronecraft. Vandaag zijn we bij gisteren of eergisteren. Dit was woensdag. Het huis. Als iemand de attractie opent, dan komen meteen die karretjes tevoorschijn. Oh, moet ik er wel op klikken. Het gaat om te doen. Ik wil. Het zou leuk zijn dat er in Dronken een octopus komt. Dat het hetzelfde formaat heeft. En dat het zo omhoog gaat. Dat zou echt leuk zijn. Dat zou ik echt tof vinden. Ja, dat had ze wel voorspeld. Maar dat is niet voorgekomen volgens mij. Nee, het is helemaal niet voorgekomen, zeg maar. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Zomer met Remco. Ja, welkom bij Zomer met Remco. Remco, dat kan ik eigenlijk niet maken. Want iedereen ging me toevoegen en ik denk dat iedereen is gestuurd toen. Als we naar de weergave. Ja. Heel Skype onder gespand natuurlijk. Wie gebruikt Skype dan trouwens? Skype 2010. Oh ja, dit was met Tomorrowland. Toen was het heel feest in België en zo. Toen was het een beetje laat, een beetje 12 uur ongeveer.
Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Van zomer met Remco. Ja, ja, zomer met Remco. Niks gevonden. En dit was de video voor deze dag. Wij zijn de volgende week weer op vanaf 6 augustus, toch? Dat hoop ik tenminste. Ja. Volgende week 11 augustus zijn wij weer met dan zijn we weer met richting mijn vakantieperiode. Doei doei.